Na het succes van vorig jaar is Schuif Samen Aan weer teruggekeerd in de gemeente West Maas en Waal. Dit verbindende evenement biedt ouderen en mensen met beperkte financiën een kans om toch samen met elkaar te genieten van een maaltijd voor niet al te veel geld. Het is een initiatief van wethouder Reuvers. Vorig jaar was het natuurlijk met de crisis en de inflatie, die liep hard op. En er was de angst dat mensen uiteindelijk te veel geld kwijt waren aan eten en aan energie en alles. Zodat ze in financiële problemen zouden komen. Daarom is de heer Reuvers met initiatief gekomen om gesubsidieerde aanschuiftafels te organiseren. Zodat mensen die minder bedeeld zijn goedkoop aan kunnen schuiven. Dus zo op die manier is het tot stand gekomen. Uiteindelijk is het voor iedereen open. Want ja, ik kan natuurlijk niet in iedereen zijn portemonnee kijken. Dus ik ga niet vragen was het volume van je rekening. Maar, dus iedereen kan gewoon aanschuiven. En we hebben wel een max van 30, maar tot nu toe zitten we telkens net eronder. Dus iedereen zou gewoon aan kunnen schuiven. En waarmee de deelnemers worden voorzien? Ze kunnen verwachten dat ze een warme maaltijd krijgen. En daarnaast krijgen ze komt er een kan water gewoon op tafel. En een hoop gezelligheid onderling. En het zijn voornamelijk mensen die alleen zijn. Dus het is gezellig om gezamenlijk te eten. Dus ja, daar zijn de hoofdingrediënten. Dit evenement draagt een mooie motivatie. Ja, betaalbaar houden van het leven voor mensen. Dat niet allemaal de spuigaat uitloopt. Dit evenement draagt een mooie motivatie. Die waren hartstikke goed. Iedereen is tevreden over het eten. Ze zijn tevreden over hoe het aangepakt is. En natuurlijk zijn ze ook tevreden over de prijs. Dus iedereen is er zeer tevreden over. De mensen zijn erg tevreden met deze bijeenkomst. De reacties van de mensen waren positief. De gemeente subsidieert een gedeelte, waardoor voor ons de kosten ook lager worden. Waardoor we het op deze manier kunnen aanbieden.